is ook langer door. En ja, dan ga ik rustig aan doen. Dan ga ik wel een video maken en een vlog maken. Dat is niet zo met je doen. Dus ja, rustig aan mijn hand. En ja, dan wil ik er rustig bij blijven. Dat is altijd. Het is vandaag vrijdag 27 maart. En vandaag lekker niet zoveel doen. Naast het werken wil ik ook een beetje YouTube kijken, Twitch kijken ofzo. Ik vermaak me wel, eigenlijk. Dus rustig aan mijn hand van mensen, maar ik had nog een toffe dag van. En tot straks ergens. Oké, mensen, ik ga lekker zin in een koffie boven halen. Ik neem ook mijn glas mee. Ik denk van ja, ik moet het niet vergeten. Want dan ging ik vaak mijn glas mee nemen naar boven. Denk je, vergeet ik het niet. Dus, ja, dan heb ik het klaar met alles. En het is voorbij. Toen we de koffie even uploaden. En ik ga afmaken en daarvoor. En dan af en toe daar eigenlijk weer maken. Dus ja, dat een beetje, voor de rest is het gewoon lekker nu. Even nog een bakje van boven. Goed, mensen, ik heb een lekker koffie op, en dan moet ik kijken naar Don. Ken meneer even. En al die dingen nog meer. Dus ja, ik ga maar zien wat ik ga doen nog vandaag. Ik ga maar even buiten zitten, denk ik eventjes. Ja. Dus dat ga ik lekker doen vanmiddag eventjes op de galerij. Buiten rijden uiteraard maar buiten zitten. Dus ja, dat een beetje. Misschien een beetje nog. Oké, het is tijd voor om lekker broodje te eten boven. En dat ga ik nu lekker doen. En ja, dat een beetje. Voor de rest gaan we gewoon zien wat we nog gaan doen vandaag. Ja, ik ben net klaar met werken om nog wat dingen te doen. Maar dat doe ik altijd nog wel maandag. Gewoon heel goed vooruit. Hoef ik niet per se vandaag te doen eigenlijk. Goed, lieve mensen. Ik heb net mijn tv weggehaald. En ik kom er teruggekomen en het is mijn internet repeater. Misschien denk ik dat je het kan zien. Maar het is een wit kastje. Vangtjes erop. Dat dit gewoon doet. En het gaat zo snel, joh, dat jullie weten. Die repeater gaat zo hard, zo legit, keihard, echt. Oh, voorzichtig met mijn banden en mijn voetplanken. Dus, ja, ik ben wel blij mee, moet ik zeggen. Tegen dat ding. Hoe meer dat ding doet eigenlijk. En ik ga morgen even proberen hoe ik makkelijk, snel ook video's kan kijken van Netflix. Nou, dat ga ik nu eventjes doen. Ik ga even doen, mensen. Maar goed, dan hoor je wel meteen wel of het over George klopt, ja of nee. Of het hier buffert, ja of nee. En ja. Uiteraard, dit wonen in de vlog. Ook krijg ik de tijd. Dan ga ik eens even kijken. Getest. En dat gaat het niet worden. Nee, dat gaat het niet worden. Dat Netflix is te veel gepraat om in te verbinden. Nee, het Instagram gaat goed, gelukkig. YouTube gaat ook goed, maar voor de rest, nee. Maar goed, ik kan het even proberen en ik ga even zien hoe dat het ook was. Nee, geen effect. Maar goed. Nou, maakt niet uit dat het echt gaat gebeuren. Dus, zitten mensen. Mensen, mijn wijkgebiedje dus niet bij mijn kastje. Ik weet niet waarom, maar ik heb het geprobeerd net om weer in te loggen op mijn netwerk. Er gaat geen netwerkverbinding meer aan en het is dus. Deze, misschien kunnen mensen mij even helpen hiermee. Deze heb ik deze vlog gezien. En dit is het witte kastje die daar staat. Dit kastje, hoe hij zie je hem wel liggen. Dat is het kastje en die werkt dus niet op mijn KPN blijkbaar. Ik ga nu geen KPN bellen, geen zin in. Ik heb mij tot wel taal gepakt, maar geen 1 minuut. Blijkbaar. Maar goed. Ik heb eruit gehaald en nu doet het net in één keer wel. Dus
Ja, heel gek. Maar goed, het kan natuurlijk gebeuren dat een kuipje dat niet ondersteunt. Kijk, moet ik iets veranderen in de poorten, maar dat geeft zin. Ik heb het boekje ook niet meer. Ik vind het heel stom dat ik een boekje meer heb van het apparaat. Maar goed, ik weet dan dus dat het geen functie meer heeft, dat het niet meer werkt en dat het ook niet werkt. Gaat wel snel door, met een pizza, gaat wel snel, maar ja, als je nu uit in uitdacht met mijn netwerk, op het moment dat mijn ding dacht er nu uit en er nu in, dan geeft hij gewoon niks aan. Ik had de computer in tegenhoudt in het verkeer. Dat ik eerder gehad met het apparaat, toen moest ik natuurlijk een IP veranderen, maar dat heb ik niet zo zin om te gaan doen. En ik wacht wel eventjes totdat ik mijn mensen op thuis kan laten komen. Laat ik gewoon eventjes weer zien dat ze naar studenten naar huis komen. Want dus zegt nee, dat werkt gewoon niet. Goed, ik ga lekker een hapje eten. En ja, ik ga trekken gewoon tussen. En ik ga dus even mensen afkijken. Maar eerst even een hapje eten. Dus ik ben een tv-kastje weg is. Maar eigenlijk ook wel fijn, ik ga geen tv-kastje meer heb. Even TV. Dus ja, ik ben klaar met tv. En dat is gewoon een tijdje klaar mee hoor. Ook wat eten. Even voor mij. Want het kastje staat hoor. Want het kastje staat hier. Ja. Als ik buiten kijk, ga ik wel terugzetten, maar ik denk het niet. Ik denk dat ik het lekker zo laat. En ja. Hoe vaak ik nog zo door pakken, keek ik nog gewoon op tv. Voordat ik al twee keek. Nooit. Dus ja. Vandaag heb ik geen tv-kastje meer, lekker rustig. Zo, lieve mensen. Ik heb lekker koos van mezelf en ik ga het even opdrinken. Natuurlijk, dat kan ik anders niet opeten, natuurlijk. Nee, grapje. Nee, ik ga zo kijken ook en zo. Ik ga even kijken. Hoeveel ik nog ga doen vandaag. Ik heb eigenlijk geen plannen eigenlijk om te doen. Dus. Ja. Dat een beetje. Het is geen spijt om mijn tv eruit te halen, ik heb spijt ermee. Ik kijk toch geen tv meer. Dus, ja. Nog zeker geen spijt van alle terugzet dat ik wil. Dan zijn ze zeker aangemeld, de twee. Dus, ja, ik kan het wel aanzetten als ik wil. En dat soort dingetjes een beetje. En voor de rest gaan we gewoon lekker even heerlijk een beetje rustig aan vanavond. En zo kijken, als in de dom kijken. En toen kijken naar het kaartmaat van Twitch. Dus dat is ook wel leuk. En ja, dat een beetje. De rest zien we het verder wel. Sorry. Zien we het verder wel, want het is bezig om dat goed te zetten. Onder de machine. Dus voor de rest is het gewoon lekker en rustig avondje. Oké, lieve mensen, ik heb vandaag een heerlijke en leuke dag gehad. Mijn moeder heeft nog mee vanmiddag. Het is even gezellig. En even leuk. Eigenlijk heel erg tof. En ik heb nog geen tv meer officieel. Maar goed, het is niet zo heel groot. Ik heb toch al geen tv meer. Dus ja. Ik hoop net waarom je het leuk vond. Zo ja, doe dan zeker een dikke duim omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet zeker even te abonneren op mijn kanaal als je nieuw bent. Om zeker een belletje aan te drukken voor nieuwe notificaties op mijn kanaal. En dan zou ik zeggen van mensen, tot de volgende.